Dames en heren, dank u wel voor uw aanwezigheid en interesse voor die webinar, dus gewijd aan het macroprudentieel verslag Financial Stability Report van de bank. En deze rapport werd begin deze week maandag gepubliceerd en u vindt daarvan een kopie op de website van de bank. Nu, na deze inleiding zal ik de voornaamste elementen en boodschappen van deze rapport presenteren. En daarna zal ik graag het woord geven aan professor Anne de Griese voor een aanvullende bespreking van sommige elementen. Professor de Griese is natuurlijk wel bekend, hè? Hoofd van de onderzoeksgroep Financiën in de faculteit Economie en Bedrijfswetenschap van de KU Leuven. Hij is daarnaast ook actief als Research Fellow bij CEPR, bij CISIFO, bij European Banking Center, bij TILEC. En zijn onderzoeks spitst zich toe op de theorische onderbouw, maar ook in empirische analyse van de financiële intermediatie, dus de core van onderwerp vandaag. Dus hartelijk dank, professor, dat u onze uitnodiging hebt aanvaard om vandaag aan discussant te uw inzicht te delen met ons. En u moet nog weten dat dus tijdens de volledige uiteenzetting kunt u als deelnemer, en ik spreek aan iedereen hier, via de chatfunctie vragen formuleren voor professor De Griese, voor mezelf, en die afhankelijk van de tijd die overblijft tijdens de afsluitende vraag en de Q&A dus aan bod kunnen komen. En graag overloop ik nu aan de hand van een paar slides met u de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen van onze macroprudentiële. Alors, je vais peut-être démarrer cette présentation en rappelant encore, si c'est nécessaire, que la présente crise a évidemment pesé de manière assez lourde sur la croissance des économies du monde entier. Ça a été le cas aussi en Belgique, vous le voyez sur la partie gauche de ce tableau. Même si un peu moins élevé initialement craint, l'impact sur le PIB a été très important, hein, 6,2% de réduction. Et donc, en termes réels, on avait connu une augmentation de croissance de 1,8 en 2019 et donc on a eu un repli de 6,3 pour être exact en 2020. Que sera 2021? Alors les estimations sont encore attendues, la banque va les publier très bientôt, mais on s'attend à une reprise assez robuste, peut-être un peu dans la ligne de ce que propose et suggère l'OCDE, même si les incertitudes qui entourent cette estimation sont encore relativement larges et donc tout ça est à prendre avec une certaine prudence. Cela dit, dès le début de la crise, des mesures ont été prises au niveau des politiques budgétaires, monétaires, au niveau prudentiel aussi, et on peut dire que si la crise du corona était sans précédent, les réponses des différentes politiques l'ont été aussi, de même que sur le plan de leur coordination internationale, et c'était nécessaire pour éviter que des pans entiers de l'économie ne s'effondrent. Alors si on commence par la réponse de la politique monétaire, et on le voit sur la partie droite de ce tableau, on peut dire que les banques centrales ont réagi rapidement. En poursuivant deux objectifs principaux, stabiliser les marchés, c'était nécessaire, notamment aux États-Unis, on l'a vu, mais aussi assouplir les conditions de financement et soutenir l'octroi de crédit aux entreprises et aux ménages. Et avant la crise du corona, la politique monétaire était déjà très accommodante, mais elle a encore été boostée par des achats de titres. On a eu le Pandemic Emergency Program qui a permis, pour des volumes très importants, de stabiliser les marchés et aussi d'affaiblir les conditions de financement, en tout cas de réduire les conditions de financement des trésors et des entreprises. Et puis via les opérations de financement à long terme ciblées, ce qu'on appelle le TLTRO, les Targeted Long-Term Refinancing Operation, la BCE a assuré aussi le financement des banques à des conditions très généreuses pour garantir le fait qu'elles, de leur côté, puissent reprêter à l'économie réelle dans des conditions de financement et de conditions de taux attractives. Alors, on le voit sur, d'abord, peut-être sur le graphique précédent, vous voyez la partie grisée qui montre l'utilisation de ces liquidités d'urgence données par la BCE, enfin, ces liquidités exceptionnelles plutôt, et on voit que leur volume a été particulièrement important depuis la crise. Le résultat de cela, ça a été que le large recours des banques aux opérations TLTRO a, d'une part, et on le voit sur la partie gauche, amélioré substantiellement le ratio de liquidité, hein, ce qu'on appelle le LCR, le Liquidity Coverage Ratio, qui compare les actifs liquides par rapport aux sorties nettes de fonds. Il était à 180%, c'est-à-dire bien au-delà de sa moyenne depuis sa création. Et dans le même temps, sur le plan du capital, sur la partie droite de ce tableau, les exigences en capital ont été substantiellement rabaissées, en tout cas pour une partie, ceux des buffers de fonds propres qui pouvaient être relâchés l'ont été. Ça a été notamment le cas de ce qu'on a appelé une partie du pilier 2. Le pilier 1 vise l'ensemble des exigences de fonds propres applicables à toutes les banques pour tous les risques. Le pilier 2 vise spécifiquement une approche banque par banque en fonction des risques de chaque banque. Comme on considérait que la crise actuelle était un stress test, il est clair que les exigences de pilier 2 applicables pour les stress tests, qu'on appelle le P2G, le P2G Guidance, pouvaient être relâchées, ça a été le cas. Ça a généré une économie d'environ 4 milliards pour les banques en Belgique. Et à côté de ça, nous avons eu le buffer macroprudentiel qui a été instauré par la banque peu de temps avant, au moment où le cycle du crédit était très fort dans notre pays, comme dans d'autres pays, à la fois pour les entreprises et les ménages. On avait été un peu sous l'impulsion
comité systémique, des risques systémiques européens, de réduire quelque peu cette enveloppe et de réduire ce taux de croissance et d'avoir dès lors une exigence de fonds propres de 0,5% qui a été tout de suite relâchée au moment du début de la crise. Dans le même temps, nous avons émis avec d'autres superviseurs des recommandations sur des non-distributions de dividendes, alors de manière très généralisée au début, puis de manière un peu plus granulaire après, qui ont elles-mêmes permis aux banques d'augmenter leurs fonds propres. Et on peut dire qu'au total, les banques aujourd'hui se retrouvent avec un volume de fonds propres consolidé d'environ un peu plus de 80 milliards, pour des exigences réglementaires de 55 milliards, sous lesquelles elles ne peuvent pas aller, ce qui veut dire que les fonds propres libres, celles dont les banques disposent pour pouvoir prêter à l'économie, pour pouvoir prendre leurs pertes, pour absorber aussi des restructurations de crédit, ces volumes sont assez conséquents aujourd'hui. Ils étaient d'un tiers des fonds propres réglementaires avant la crise. Ils sont avec 27 milliards sur 55, de la moitié des exigences réglementaires aujourd'hui. On peut dire dès lors que les banques sont non seulement très liquides, mais aussi très robustes en termes de capital. Alors, à côté de ces politiques monétaires et prudentielles, il y avait la réponse de la politique budgétaire. Et celle-là, elle a pris la forme d'une série de mesures de soutien direct à l'économie réelle. Alors, sur ce slide, pour éviter de l'encombrer trop, on a essentiellement pris les mesures qui ont été prises au niveau du gouvernement fédéral. À côté de ça, évidemment, les régions ont pris d'autres mesures très importantes, primes aux entreprises, les mesures de soutien à solvabilité. Mais globalement, ce slide, je pense, illustre assez bien la typologie des aides. Premier bloc de mesures que vous voyez au-dessus montre l'ensemble des mesures de soutien aux revenus des entreprises, des indépendants et des particuliers. Ça a pris la forme notamment d'un régime de chômage temporaire très élargi pour les salariés. Au départ, au plus fort de la crise, on était à 1 million de personnes qui en bénéficiaient. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 400 000. Le droit passerelle pour les indépendants, très largement établi aussi. Et ces mesures ont été prolongées dans le temps au fur et à mesure que les conditions d'accès continuaient d'être nécessaires, mais ont été un peu plus ciblées au fil du temps pour les cibler sur les secteurs et les entreprises en difficulté. À côté de ça, et malgré ces mesures, on peut dire que beaucoup d'entreprises ont malgré tout été certainement au début de la crise confrontées à des problèmes de liquidité. Et ça a obligé les banques, un peu sous l'impulsion des autorités, je le reconnais, de venir avec une série de mesures spécifiques visant à octroyer des reports de paiement. Et ce deuxième bloc de mesures qu'on voit ici au milieu représente cela, c'est-à-dire des reports qui ont été octroyés aux emprunteurs qui faisaient face à des problèmes de remboursement en raison de la crise. Alors, ça a été dans un premier temps limité à 6 mois, ça a été prolongé ensuite à 9 mois, on verra pourquoi dans un instant et pourquoi ça ne pouvait pas aller au-delà. Il y avait des raisons réglementaires à ça. À côté de ça, il y a eu des moratoires spécifiques pour le crédit à la consommation et puis un moratoire un peu particulier qui a été instauré par les autorités sur les faillites d'entreprises pendant la première et la deuxième vague de la pandémie. Et puis à côté de ça, et vous le voyez sur la partie basse de ce tableau, il y a eu un troisième bloc de mesures, c'est-à-dire que le gouvernement fédéral a alors activé des mécanismes de garantie pour les nouveaux crédits accordés par les banques aux entreprises et aux indépendants. Et le premier régime a été mis en place pour couvrir des prêts d'une durée de maximum de 12 mois, octroyés entre mars et décembre 2020. Et puis, il y a eu un second régime à partir de l'été pour des crédits plus longs, parce que les besoins des entreprises se faisaient sentir sur des durées plus longues, d'abord 3 ans, et puis au début de cette année, 5 ans. On va essayer de comprendre tout à l'heure pourquoi l'utilisation de ce régime de garantie a été finalement assez faible jusqu'à présent, et ce qu'on peut attendre pour la fin. Nu in de eerste fase van de COVID-crisis heb natuurlijk moratoria voor leningen een belangrijke rol gespeeld in het opvangen van die liquiditeitsschok bij de zware getroffen niet-financiële ondernemingen. Tot deze zware getroffen bedrijfssector behoren natuurlijk, zoals u weet, horeca, contactberoepen, event, culturele sector, de zogenaamde niet-essentiële winkels, reis, luchtvaartbranches. En voor bedrijven en werknemers van zo'n sectoren, dus voor zaken de charters van de financiële sector, precies de mogelijkheid om een tijdelijke stopzetting van schuldaflossing te vragen. En veel bedrijven en gezinnen hebben ervan gebruik ervan gemaakt. Zeker in de eerste fase van de crisis, je ziet dat eigenlijk op die grafiek, op het eind van september genoten die niet minder dan 13% van de bedrijfslening en 6% van de hypothecaire lening van zo'n moratorium. Nu, omdat de pandemie langer duurde dan initieel ingeschat, en zeker in de laatste kwartaal van vorig jaar, werden de regime hernieuwd, verlengd, maar zoals u ziet op die grafiek, daalde het gebruik van deze moratoria toch sterk in de loop van de laatste kwartaal. Waarom? Toen bereikte de eerste golf van lening met een betalingsuitstel een vastgestelde aflooptermijn en voor veel contracten werd er geen nieuwe betalingsuitstel aangevraagd. Dat wijst enerzijds op het feit dat veel ontleners ondertussen hun financiële toestand hadden verbeterd.
en niet lang beroep moesten doen op moratoria om liquiditeitstekort op te vangen. En het wordt voor een deel bevestigd door de wanbetaling die we zien voor lening die hebben genoten van zo'n moratoria. We zien een wanbetaling graag in stijgende lijn, maar weliswaar nog aan de lage kant. En dat verklaart natuurlijk ook het feit dat vele van die ontleners hadden hun situatie zien verbeteren. Maar voor anderen had dit wellicht te maken met het bereik van die maximumtermijn van 9 maanden, die betalingsuitstel. En die 9 maanden werd eigenlijk vastgelegd door de Europese Bankautoriteit, de EBA, als voorwaarde voor de gunstige behandeling van deze moratoria in het reglementair kader voor banken. Langer dan 9 maanden betekende voor de banken om die krediet te klassificeren als probleemkrediet. En qua kapitaalvereisten is dat natuurlijk niet hetzelfde verhaal. Dus die 9 maanden was een cut-off die van belang was voor de sector. En eind april van dit jaar genoten nog slechts 2,1% van die bedrijfsleningen en 0,4% van hypotheeklening van de moratoria onder de charters. En dat is duidelijk in de neerwaartse richting. In de laatste weken. Natuurlijk, deze cijfers houden geen rekening met eventueel aanpassing aan de schuldaflossing van lening die banken op bilaterale basis kunnen aanplanten. En bijvoorbeeld omdat de termijn van 9 maanden was overschreden en de klant nog steeds in de onmogelijkheid verkeert om die afbetaling erop te starten. Maar over zo'n bilaterale schuldgeschikking kom ik straks terug. Nu, aan het begin van de crisis gingen veel debiteurs ook nieuwe bankleningen aan om de tijdelijke en beperkte liquiditeitstekort te financieren. Nu, we hebben ook gezien dat grote multinationale ondernemingen die maakt daarbij, zeker in het begin van de crisis, in maart en april, massaal gebruik van bestaande liquiditeiten en kredietlijn bij de bestaande Belgische banken, precies om hun liquiditeitsposities te verstevigen en de daling van de omzet op te vangen. Daarna, vanaf mei, losten ze die lening ook niet af, naarmate de economische toestand en maar ook de toegang tot alternatieve financieringsbronnen zich herstelde. En we hebben dat gezien, bijvoorbeeld in de obligatiemarkt, het netto-uitstandbedrag dat door Belgisch bedrijf uitgegeven bedrijfsobligatie tussen eind maart 2020 en eind juni is tot toegenomen fors, met meer dan 6,5 miljard. En dat was natuurlijk een alternatief. Tot de bankkredietkanalen voor veel grote, natuurlijk een heel grote bedrijf. Nu, hoewel de kredietverlening aan de KMO's, minder dan 50 ongeveer, gestaag en geleidelijk aan toenam door de crisis heen, zorgde deze evolutie bij de grote multinationale onderneming toch voor een geleidelijk, maar uiteindelijk sterke vertraging van die jaarlijkse groeivoet van die bankkrediet aan Belgische bedrijven. En we zien dat die cijfers op de donkerblauwe lijn vertrekken van een groei van meer dan 6% in maart en april, viel de groei toch terug tot 1,7 in februari van dit jaar. In maart dus van dit jaar is het groeipercentage negatief geworden, als gevolg ook van een basiseffect, dus vergeleken met maart van vorig jaar, waar forse strekkingen waren vastgesteld van grote bedrijven op die bestaande lijn. In het eurogebied daarentegen, op de lichte blauwe lijn, die bleef de kredietverlening aan ongeveer hetzelfde ritme toenemen. Maar moet toch onmiddellijk bij vermeld worden dat er sterke verschillen zijn tussen verschillende landen van het eurogebied. Dat is een gemiddelde. Nederland bijvoorbeeld, die kende een min of meer vergelijkbare situatie als ons land. Qua groei, de groei van kredietverlening was hoger in Duitsland en nog in sterkere mate in Frankrijk, weliswaar in dit geval moet worden opgemerkt dat de kredietverlening werd natuurlijk ondersteund ook door een ruime scope, een relatief genereus scope van garantieprogramma door de Franse staat. Nu, er zijn mogelijke verklaringen voor de relatief beperkte toename van die krediet aan bedrijven in ons land. Dus eerst, we hebben natuurlijk het vermeld gebruik van alternatieve marktfinanciering, obligatieuitgifte. Voor de rest kan de vertraging ook het gevolg zijn geweest van factoren aan de vraag, maar ook aan de aanbodzijde. Door aan de vraagzijde, door de moeilijke economische situatie, vragen bedrijven minder krediet voor investering. Dat werd eigenlijk bevestigd door de cijfers uit de aggregaat van de BBP. We zien eigenlijk dat de investeringscijfers van de ondernemingen in 2020 relatief laag zijn gebleven. Dat weegt natuurlijk op de vraag aan krediet. Aan de aanbodzijde, aan de kant van de bank, werd het kredietbeleid zelfs
indien gewijzigd voor sommigen, niet voor alle. We zijn daar ook uit een lopende patroon, ten gevolge van COVID, geconfronteerd toch met een algemeen versterking van de financiële toestand van de onderneming. En dat heeft eigenlijk ook gewogen op hun risicoappetijt. Desalniettemin werd het instrument van lening met staatswaarborgen, zoals eerder gezegd, slechts in beperkte mate aangewend om de kredietverlening te ondersteunen. Dat is een beetje meer dan 1 miljard voor de eerste waarborg, liquiditeit, ongeveer 400 miljoen voor de tweede, in een context van een globale aanbod, dus een stok. Hè. Spreekt hier van de flows, van de stroom. De stok van de bestaande kredieten voor Belgische onderneming bedraagt ongeveer 160 miljard. Dat kan erop wijzen dat andere steunmaatregelen ook hebben een rol gespeeld. Eerst het succes van de uitstel van betaling. Die was eigenlijk voor velen een alternatief voor die krediet. En twee, ook het relatief kostprijs van die krediet ten opzichte van de kostprijs van een gewone krediet, inclusief de kost van de waarborg. Dat heeft eigenlijk ook blijkbaar meegespeeld, zeker in de laatste maand voor de zogenaamde garantieregeling nummer 2. Maar, en dat is eigenlijk een van onze grote boodschappen in dit verslag, het kader voor het verstrekken van zo'n lening met staatswaarborg, die blijft bestaan. En ons boodschap is dat banken moeten ervoor moeten zorgen dat bedrijven in de economische herstelfase die wij zullen kennen, gemakkelijk en voldoende toegang blijven hebben tot die alternatief financieringskanaal. Dat is cruciaal en zeker op het moment en nadat andere vormen van steun aan bedrijven beëindigd zullen worden. Dat is voor ons toch heel belangrijk. Nu, het verminderde gebruik van die moratoria en die vooralsnogmatige van betaling op leningen zijn ook een teken dat de steunmaatregelen die overheden, toezichthouders, centrale banken hebben genomen toch succesvol waren. En de meeste van die steunmaatregelen zijn natuurlijk tijdelijk. Zij richten zich ook vooral op het lenen van liquiditeitsproblemen en niet, of in mindere mate, op het wegwerken van insolvabiliteitsproblemen. Die zijn toch toegenomen als gevolg van die sterke terugval van die zakencijfers in de laatste maanden. En u ziet dat op de linker grafiek, die toont dat een kwart van ons Belgische onderneming eind vorig jaar nog steeds kampen had met liquiditeitstekort. En bij de meest kwetsbare sectoren, waarvan we spraken, gaat het daarbij bijna één bedrijf op twee. Nu, de COVID-crisis heeft ook gezorgd voor permanent inkomensverliezen bij de bedrijven, dat slechts gedeeltelijk werd gecompenseerd door tegoedkoming en compensatie van de overheden. Dus veel bedrijven hebben nu te kampen met een slechte kredietwaardigheid, een verhoogd risico van insolvabiliteit, zijn toch leefbaar, maar moeten door de crisis verkeren. En de analyse die wij hebben gedaan in de bank, om te bepalen hoeveel bedrijven mogelijk te kampen hebben met een solvabiliteitsprobleem, die wordt geïllustreerd in de rechtergrafiek. Nu, als we kijken naar alle bedrijven, globaal, alle sectoren, daalde het percentage van bedrijven die solvabel waren voor de crisis, 85%, die nog solvabel zijn na de crisis, 75%. Dus een dik 10% is eigenlijk niet meer solvabel geweest omwille of ten aanloop van de crisis. Nu, bij de kwetsbare sectoren is de situatie nog prangender. Dat wordt 1 op 2 bedrijven in de kwetsbare sector geconfronteerd met mogelijke solvabiliteiten. Dus natuurlijk de sector waar gemiddelde kwetsbaarder voor de crisis, maar de crisis heeft de situatie aanzienlijk verslechterd. En wanneer men kijkt naar bedrijven met liquiditeits- en solvabiliteitsproblemen, globaal zijn vertegenwoordigd ongeveer 15% van de werkzaamheden in ons land. Dat is toch heel belangrijk. En dus dat wil zeggen dat betekent dat een snelle, duurzame oplossing voor die solvabiliteitsprobleem in levensvatbaar, maar niet langer kredietwaardige onderneming, is ook een investering in de werkgelegenheid en dus in de samenleving. Dat is ook een belangrijke boodschap, denken we. Nu, dankzij die uitgebreide steunmaatregelen bleven de wanbetaling door bedrijven gezien relatief beperkt. En dat niet tegenstaande de toename van die solvabiliteitsrisico. En u ziet dat eigenlijk die percentage op de linkerzijde van de grafiek. Probleemlening met een probleem van wanbetaling in 2020, die is relatief stabiel gebleven. Voor onderneming is dat lichtjes verhoogd, toegenomen van 3,6 naar 4% in 2020, ten opzichte van 1 jaar voordien. Voor de wanbetalingen voor leningen aan de huishoudens, die is heel stabiel gebleven, de linker blauwe lijn. En wanneer men kijkt naar, geïllustreerd hier, maar de wanbetalinggraad voor zwaar getroffen bedrijfssectoren van horeca, cultuur, evenementen, die steeg van 5,3 naar 6,7. Maar dat valt nog mee, maar het gewicht natuurlijk van deze sector in de totale kredietportefeuille van de bank is relatief beperkt. Ongeveer die weegt
een dik 5 miljard ten opzichte van een globaal bedrag aan bedrijfskrediet van 160 miljard. Dus dat is relatief beperkt. En zeker ook ten opzichte van BBP. Maar de impact van de verslechterde kredietwaardigheid zal natuurlijk pas voelbaar zijn of worden nadat de huidige steunmaatregelen zijn afgelopen. En daarom hebben we voorlopig een indicator nodig van toekomstige of mogelijke toekomstige wanbetalingen in de kredietportefeuille van banken. En dat wijst een beetje in dezelfde richting. Zoals getoond daar in de rechtergrafiek, is het aandeel van de lening die banken boeken in de zogenaamde IFRS 2-klasse, is de voorbije 12 maanden sterk toegenomen. Dus waarover gaat het? De boekhoudkundige regels van die IFRS 2 zijn eigenlijk voorzien in 3 klassen van kredieten. Klasse 1 zit de performante krediet zonder probleem van wanbetaling. Klasse 2, de lening waarvoor de kans op wanbetaling significant verhoogd is of is toegenomen sinds het moment dat de lening weer verstrekt, maar die nog geen wanbetaling kennen. En dan de klasse 3, de NPL's, dus de lening met een effectief terugbetalingsprobleem. En wanneer men kijkt naar de migratie van lening van stage 1 naar stage 2, dus klasse 1 naar klasse 2, dat is toch een indicator dat voor mogelijk toekomstige kredietverliezen. En banken bereiden zich dus duidelijk voor op een stijging van de wanbetaling. En u ziet dat eigenlijk op de rechtergrafiek, die is gestegen, die boeking naar stage 2, van 13% begin van de crisis tot ongeveer 18% eind vorig jaar. En bij de huishoudens is dat relatief beperkt geweest. En ook stabiel rond de 8% ongeveer. De andere lijn, die linkerblauwe, die geeft de evolutie weer dan die bedrijfslening waarvoor de banken op bilaterale basis een schuldherschikking hebben aanvaard, precies om de terugbetalingskans van die lening te verbeteren. Dat zijn leningen forbearance. Die zijn gestegen van een superlaag niveau, van 0,6% eind maart 2020 tot ongeveer 0,6, maar dat neemt toe. En deze maatstaf houdt natuurlijk geen rekening met moratoria, maar deze moratoria plus wat we zien eigenlijk op die grafiek, de lening per forbearance, vormt natuurlijk samen één geheel van lening waarvoor de terugbetalingsvoorwaarden contractuele wordt aangepast, precies om die lening beter aan te passen aan de financiële situatie van die ontlener. En zo, en dat is ook een van de boodschappen, zulke schuldherschikking zou natuurlijk een belangrijke rol moeten spelen in de herstelfase, aangezien zij ook aangewend kunnen worden precies om levensvatbare bedrijven door de crisis te verkeren door een schuldherschikking, spreiding in de tijd, eventueel een deel van de schuld kwijt te schelden, om zo'n onderneming eigenlijk door de crisis te verkeren. Onder meer als gevolg van die vermelde transitie van lening naar risicovolle IFRS 2-klassen, legden onze banken in 2020 toch meer provisie aan voor toekomstige kredietverlies, ongeveer een ratio van 3 miljard. En u ziet dat eigenlijk op de linkergrafiek in de geaggregeerde PNL van onze banken. Nu, niet tegenstaande deze extra aanvulling van provisies, werd onze banksector toch rendabel vorig jaar met een netto winst van ongeveer 4,3 miljard. Een beetje tegen onze verwachting in. En dat komt overeen met een rendement op eigen vermogen van 5,9% ten opzichte van 9% in 2019. Dat heeft eigenlijk veel te maken met het feit natuurlijk dat dankzij de supportmaatregelen op monetair en budgetair vlak werd eigenlijk de toestand van de huishoudens en de onderneming eigenlijk toch niet zo aanzienlijk beschadigd. En dat heeft natuurlijk per reactie ook een impact gehad op de kwaliteit van de krediet. Nu, de belangrijkste inkomstenbron, je ziet dat eigenlijk hier op de bovenlijn, die staat duidelijk onder druk. Omwille van de negatieve of slash lage renteomgeving. U ziet dat voor de vijfde jaar op rij een daling van de netto renteinkomen. En dat is het rechtstreeks gevolg van die lage rentevoet. En dat is een van de belangrijkste uitdagingen van de banksector. En zoals in termen van zakenmodel, winstgevendheid. Dat is natuurlijk cruciaal om dat tegen te gaan. Nu, ook al de bank trachten deze erosie van netto renteinkomen te compenseren, ofwel door hoger tarificatie van bankdiensten, ofwel, soms beide, maar door de mildering van die 0% vloer. Sommige banken hebben nu geprobeerd om toch negatieve rente aan te trekken voor sommige type deposito's, relatief met hoge drempels.
Maar we zien dat de overgrote meerderheid van de spaarders in ons land zijn gevrijwaard van een negatieve vergoeding op die zichtens en spaardeposito's. En des te beter, omdat wij denken dat die zichtens en spaardeposito vormen voor de banken een belangrijke bron van stabiele financiering. En die kunnen gebruikt om lange termijn lening te financieren, waarvoor de rente nog positief zijn. En dus een veralgemening die absoluut niet aan de dagorde is en des te beter, maar een mogelijk veralgemening van zo'n negatieve depositorentevoet zou voor ons de stabiliteit van de deposito kunnen aantasten en daardoor een bron van stabiele financiering wegnemen. Dat zou natuurlijk problematisch zijn voor financiële stabiliteit en ook voor die economie in het algemeen, omdat veel spaarders zouden eigenlijk geneigd zijn om die geld eigenlijk bij zich te houden, wat natuurlijk niet rendabel is en niet profitabel is voor die economie. Een andere grote vraag voor de toekomstige winstgevendheid van de bank is of de reeds aangelegde provisies en voorziening voldoende zullen zijn precies om die toekomstige kredietverliezen te dekken. Wanneer we kijken naar die 3 miljard, dat komt overeen met een loss-to-loss ratio, dus een echt verliesratio van 35 basispunten, dus 0,3% ongeveer. Duidelijk onder het vergelijkbare cijfers van de provisies van onze banken na de financiële crisis, ongeveer 0,8%. Dus de vraag kan natuurlijk gesteld worden of die impact van de coronacrisis al volledig op voldoende conservatieve wijze werd ingeschat door onze bank, met name voor de periode wanneer de fiscale steunmaatregelen zullen wegvallen. En dus, gesteld dat deze provisies al voldoende zijn, dan zijn natuurlijk twee risico's. Eén, een micro-prudentieel risico, dat de kredietwaardigheid van het portefeuille van individuele banken eigenlijk al te rooskleurig wordt voorgesteld en de situatie van de betrokken bank eigenlijk te rooskleurig. Dat is natuurlijk problematisch. We zorgen ervoor en we blijven dat op de voet volgen door onze toezichtteams. Maar er is natuurlijk ook een macro-prudentieel bekommernis aan verbonden door de echte onderliggende kredietproblemen die juist en volledig in te schatten, dan kunnen de banken eigenlijk weerhouden zijn om snel gepaste schuldherschikking aan te bieden aan levensvatbare bedrijven die toch met een overtollige schuldpositie kampen. En zo terughoudendheid dreigt natuurlijk immers het economische herstel te hypothekeren. Hoe vroeger men identificeert en men behandelt eigenlijk zo'n situatie, hoe beter voor die economie. En banken winnen zeker niets met zo'n terughoudendheid. Dus daar is toch voor ons een belangrijke boodschap over. De rechte tabel die geeft een samenvatting van de winstgevendheid van onze verzekeringssector. Daar is het netto resultaat droeg 2,8 miljard, wat overeenstemt met een rendement op eigen vermogen die tamelijk aan de hoge kant is, 12,5%. Winstgevendheid die voornamelijk te verklaren is door de tak niet leven. Daar zien we een relatief stabiele evolutie van de premieinkomen, maar in sommige takken van minder grote schadelast. En bijvoorbeeld, we hebben dat gezien in de autoverzekering, in de arbeidsongevallen, als gevolg van die beperking op mobiliteit en de economische activiteit. Dat is duidelijk, dat valt eigenlijk enorm op. Nu, het verzekeringsresultaat in de branche leven, die ging daarentegen achteruit in 2020. En dat weegt natuurlijk de lage renteomgeving op de resultaat, opnieuw, van de grote beleggingsportefeuille van onze verzekeraar. De lage renteomgeving die maakt natuurlijk voor de verzekeraars moeilijk om de contractuele rendementen van het verleden te behalen. En zeker op de eventuele beleggingen die nodig zijn voor de beleggingsportefeuille. Dat gezegd zijnde, algemeen gesproken, is het vandaag ook onder andere voor sommige van die ondernemingen eigenlijk onder druk van de toezichthouder, geef ik toe, een relatieve goede match tussen de gemiddelde looptijd van die activa enerzijds en het gewaarborgde rendement van de passiva anderzijds. Zodat die herbeleggingsrisico van de meeste verzekeraars eigenlijk beheersbaar blijft. Nu, de verzekeringsondernemingen hebben eigenlijk sinds ook een paar jaar ook verschillende maatregelen genomen, precies om zich aan te passen aan die lange renteomgeving. Bij nieuw contract en gegarandeerd rendement een stuk lager en duidelijk lager dan in het verleden, met mogelijke winstdeelnamen, maar conditioneel voorwaardelijk natuurlijk uit te delen. En hierdoor is de sector erin geslaagd om tot nog toe een positief verschil te behouden tussen het gemiddelde rendement van de beleggingsportefeuille, enerzijds aan de activa kant, en het gemiddelde minimale gegarandeerd rendement op de stok van de tak 21 producten, anderzijds. En globaal in 2020 bedroegen eigenlijk die beide respectieve 3% aan de activa zijde en 2% aan de passiva zijde. Dus dat zat een dik 1% van marge, die toch
werd voor een deel uitgekeerd aan polishouders via de winstdeelname, maar die toch relatief oké is ten opzichte van de solvabiliteit op termijn. Dat gezegd zijnde, we zien dat die lange termijn omgeving voor veel verzekeraars die blijft een uitdaging. En voor de zakenmodellen, voor de winstgevendheid van de sector. En zet ook veel verzekeraars aan om hun beleggingsportefeuille te heroriënteren naar minder liquide, hoger renderen activa, zoals hypothecair lening, commerciële vastgoed, ik kom later op terug, beleggingsfonds. Die stellen natuurlijk onze sector bloot aan mogelijke schokken op deze markt, meer dan in het verleden, en kunnen de solvabiliteit op de proef stellen. Nu, de hoogte van de toekomstige kredietverliezen voor de banksector zal ook afhangen van de ontwikkeling in de Belgische vastgoedmarkt. U ziet hier de situatie op de commerciële vastgoed. En zowel banken als verzekeraars, die hebben natuurlijk een grote blootstelling aan de commerciële vastgoed. Bij bank neemt die blootstelling vooral de vorm van leningen aan ondernemingen die actief zijn in de vastgoedsector of leningen met een commerciële pand als commerciële onroerend goed als zonder pand. En u ziet dat de directe tabel, die citeert de cijfers voor die laatste categorie van lening, bijna 60 miljard op een totaal van dus bijna een kwart. Hè, dus van alle leningen aan Belgische niet-financiële ondernemingen, en dat is toch aanzienlijk, inclusief hier de lening aan buitenlandse bedrijven. Dus dat vergelijkt zich niet met onze 60 miljard waarvan sprake. De cijfers is groter hier omwille van die lening. Maar globaal gezien, met de vergelijking en de benchmark mogelijk, is dat eigenlijk een kwart van alle leningen aan een niet-financiële onderneming. Verzekeraars investeren in verschillende kanalen, commerciële vastgoed, gaande van het eigenaarschap, exploitatie van kantoorgebouwen, winkelcentra, aanhouden van aandelen in de gereglementeerde vastgoedonderneming. Globaal gezien, onze verzekeraars altijd hebben een duidelijke blootstelling, relatief hoog, van iets meer dan 30 miljard, of ongeveer 10% van de investeringsportefeuille. In Europa is dat relatief veel. Samen met Nederland staan we eigenlijk een positief outlier in die context. En die linker grafiek die toont de impact van de COVID-crisis op die aandelenkoers van die Belgische gereglementeerd vastgoedbedrijven, vennootschap, met die onderscheid tussen de verschillende subsegmenten van die vrij heterogene markt. En daar zien we duidelijk dat bijvoorbeeld de perspectief van de winkelvastgoed is negatiever ingeschat door de investeerders, omwille van de sluiting van die essentiële winkels, maar ook door de bezorgdheid naar de toekomst toe van die versnelling van de reeds aanwezige tendens naar e-commerce. Dat is duidelijk een bezorgdheid. Ook het segment van kantoren, die kent een negatieve evolutie, ervaring van telewerk natuurlijk, maar het segment en structureel, we zien eigenlijk heel veel overheden en ondernemingen die een beslissing hebben genomen. De Europese Commissie heeft dat aangekondigd om structureel meer naar een minder kantoorruimte te vragen. Dat weegt op die. De logistiek daarentegen, die kon natuurlijk zijn graadje meepikken van de sterke expansie van e-commerce, maar ook van de lessen die werden getrokken uit de problemen met de just-in-time toeleveringsstroom van productiegoederen tijdens de COVID-crisis. Nu, dat gezegd zijnde, wij blijven dat op de voet volgen. Wij volgen dat nauwlettend op, ook op Europees niveau. Wij denken het niet tot nu toe om macroprudentiële te nemen voor die segment. Maar we blijven dat op de voet volgen, omdat we zien dat het zeker in de sterk getroffen segmenten, de waarde van die activa is ook voor sommige van die panden eigenlijk niet meer aangepast aan de realiteit van de markt. De markt is eigenlijk aan het veranderen, ook structureel, ook inhoudelijk, qua type panden die worden gevraagd, zeker in de bureau en retail, en dat heeft natuurlijk een zeker impact. Residentiële vastgoedmarkt, die kent ook niet een sterk en dynamisch jaar, ondanks die beperking. En hetzelfde kan gezegd worden van de hypotheekmarkt, u ziet dat eigenlijk duidelijk. En zeker naast die absoluut recordjaren als gevolg van die anticipatie op de afschaffing van die woonbonus in Vlaanderen, begin 2020, hebben we toch met 42 miljard aan nieuwe productie in 2020 een heel goed jaar gehad. En u blijkt het eigenlijk, u ziet dat eigenlijk ook op niveau van de nieuwe hypothecairlening. Dat is een heel dynamische evolutie. Mede door die sterke hypothecaire kredietverlening versnelt het groeiritme van de
is meer bijna 6%, zoals voor alle type panden, weliswaar met de nuances, maar we zien een duidelijke opwaartse beweging qua prijsniveau. Nu, wanneer men kijkt naar. Si on prend l'estimation pour le premier trimestre de l'année, en tout cas si on en juge par les informations données par les notaires, on voit aussi que non seulement le volume d'activité augmente par rapport à la même période de l'année passée, mais évidemment c'est un peu normal dans la mesure où le mois de mars était caractérisé en 2020 par une relative faiblesse, mais aussi au niveau des prix, 1,7% pour les maisons, 2,7% pour les appartements, c'est quand même substantiel. Et puis, le dynamisme du marché hypothécaire ne date pas d'hier. Il avait commencé, on peut dire, dès le début de 2010-2011. Et il nous inquiétait un peu, en tout cas dans la mesure où il s'accompagnait, et on le voit ici illustré, depuis quasiment 2014-2015, par des prêts plus risqués, des prêts de maturité plus longue, et des prêts aussi où la part empruntée augmentait substantiellement. Alors, ce que nous avons fait, et un peu aussi sous l'impulsion des autorités européennes, avec d'autres pays, c'est de mettre des limites indicatives, nous n'avons pas la possibilité d'imposer ça, mais des limites indicatives au secteur bancaire pour ramener les crédits plus risqués dans des proportions plus faibles. Mais en ce faisant, on a mis aussi des distinctions plus nettes entre les types d'acquéreurs, dans la mesure où on ne voulait certainement pas affecter et impacter tout le monde de la même manière. Et donc, on a mis des limites moins strictes pour ce qu'on appelle les first-time buyers, les premiers primo-acquéreurs. Pour les autres acquéreurs, ce qu'on voit ici, c'est les autres acquéreurs à des fins de logement personnel. Et puis des limites plus strictes pour le buy-to, c'est-à-dire l'acquisition à des fins de relocation. Et on peut dire que ces limites ont eu un certain impact, puisque globalement, quand on parle de la partie qui présente une partie empruntée supérieure à 90% de la valeur du bien, elles étaient quasiment d'un crédit sur deux pour les starters, pour les first-time buyers, 45%. Elle est repassée à 30%, on avait mis la limite à 35%. Pour les autres acquéreurs, elle est passée d'environ un peu moins de 30% à 15-16%. Et pour le buy-to-let, c'est réduit aussi. Peut-être pas en proportion qu'on souhaiterait, mais globalement, c'est dans la bonne direction. Alors, dans le même temps, on a été toujours très attentif au fait que ces mesures, et on avait beaucoup d'indicateurs de suivi, n'impactent pas trop la structure du marché et particulièrement l'accès des jeunes à l'acquisition, à la propriété. Et on a regardé ça de près, et quand on regarde les chiffres, que ce soit de la centrale des crédits aux particuliers ou de l'enquête directe qu'on fait auprès des banques, ce qu'on appelle l'enquête PHL pour prêt hypothécaire, hypothécaire lending, on voit que la part des emprunts donnés aux moins de 35 ans est restée extrêmement stable dans le temps. Elle était de 36% en 2019, elle est à 35% en 2020 et début 2021, elle est de nouveau à 36%. Et on voit, si on regarde les primo-acquéreurs, quel que soit leur âge, on a aussi cette tendance à la grande stabilité. Alors évidemment, dans des conditions d'emprunt plus strictes, puisque maintenant la quotité empruntée est généralement plus élevée, c'est vrai, mais d'un autre côté, les taux d'intérêt ont baissé. Et ils ont baissé aussi pour cette catégorie d'emprunteurs, c'est quelque chose auquel on a été assez attentif, en tout cas en moyenne. Un autre risque, un autre facteur dit vraiment relevant pour onze vastgoedmarkt en ook voor financiële stabiliteit in het algemeen, is de transitie naar een duurzame economie, die steeds meer tractie krijgt. En het is van groot belang voor de financiële sector om niet alleen maar de opportuniteit van deze transitie te benutten, maar ook de inherente risico die zo'n structurele transitie meebrengt. En dus die risico die vormt ze een paar jaar een ander aspect voor de bank in termen van financiële stabiliteit. In onze vorige edities hebben we toch thematisch artikel aangeweid om goed te beschrijven welke risico's daar zijn er. Er zijn natuurlijk fysieke risico's, de gevolgen van de klimaatverandering op zich, toename in droogtes, overstroming, stormen, stijging van zeespiegel. Maar ook, en misschien nog belangrijker op korte termijn, de structurele verandering naar een meer duurzame samenleving en vooral indien deze transitie laat-tijdig en daardoor abrupt gebeurt. En dus, het is daarom van belang dat deze risico's geëvalueerd en beheerd worden door onze financiële sector. En om dat te doen, heeft onze financiële sector drie dingen nodig. Ik noem eigenlijk soms dat de lack of treaties. Definition, data en disclosure. En wat disclosure en definities betreft, heeft de commissie toch heel goed werk geleverd in de laatste maanden, zoals bijvoorbeeld de regelgeving omtrent disclosure, maar ook de ontwikkeling van de taxonomie van de green assets, om dat op uniforme manier te definiëren. En op beide vlakken is nog werk aan de winkel en zal de komende jaren nog heel wat vooruitgang geboekt worden. Dus dat is cruciaal, omdat zonder een eenzijdige definitie kunt u eigenlijk nooit een proper disclosure maken of een dataverzameling te doen.
Maar tegelijkertijd, dat wil ook niet zeggen dat wij als toezichthouders maar daarop moeten wachten voor alle initiatief te nemen. Wij als Nationale Bank zijn eigenlijk enorm actief zijn op internationaal niveau. We zijn eigenlijk lid, een actief lid van de Network for Green Financial System, die heeft goed werk geleverd, bijvoorbeeld op definitie van mogelijke scenario van transitie. Eerst inzicht van betrekking tot die analyse van de scenario van toezichthouders. De ECB is eigenlijk ook vol mee bezig, heeft eigenlijk eind vorig jaar een gids gepubliceerd van financiële instellingen. Die bevat prudentiële verwachting van hoe de ECB verwacht dat financiële instellingen precies rekening houdt of moeten houden met klimaat- en milieugerelateerd risico. En dat gaat eigenlijk aanleiding geven tot een klimaatgerelateerde stresstest, georganiseerd door de ECB volgend jaar. En die ook in aanmerking zal genomen worden in de SREP-analyse, in de bank-per-bank-analyse door de ECB. Dus dat is op internationaal. Wij als bank op nationaal niveau zijn eigenlijk ook specifiek bezig. En dus voor ons is natuurlijk niet onmiddellijk duidelijk welke maatregelen zullen genomen worden, maar we weten bijvoorbeeld dat gebouwen leveren een zeer belangrijke bijdrage aan die emissie van CO2. En dus de kans is ook groot dat vastgoed een rol zal moeten spelen. Dus in die context hebben we recent een circulair gepubliceerd om de financiële instelling te vragen informatie hieromtrent te verzamelen in de context bijvoorbeeld van een invoering van een minimum energieprestatie vereiste voor gebouwen nieuwe, maar ook bestaande gebouwen. Die is een van de mogelijk plausibele scenario om aan die CO2-doelstelling te voldoen. Dus wij hebben aan onze sector gevraagd om die informatie te verzamelen en hiermee rekening te houden in de risicoanalyse, maar ook in de risicoappetijt voor de kredietverlening. Alors, si les risques liés à la transition écologique sont importants, on attend évidemment leur matérialisation, surtout à moyen et long terme. Par contre, le cyber risque est quelque chose qui est beaucoup plus immédiat. Et on peut dire que dans ce domaine, on agit à trois niveaux, pour résumer les choses. D'abord, sur le plan réglementaire, on fixe des normes. Alors, on ne le fait pas au niveau belge, évidemment, ça n'aurait pas beaucoup de sens. On le fait au niveau international et on y prend une part active de normes auxquelles les banques et les établissements financiers systémiques doivent répondre en matière de gestion du risque cybernétique, à la fois dans leur gouvernance et dans leur capacité de réaction et d'adaptation de leur structure. On le fait au niveau du CPMI, Committee on Payment and Market Infrastructure à Bâle, on le fait au niveau de l'EIOPA et de l'EBA, par exemple. Et puis après, une fois qu'on a cette réglementation qui est en train d'évoluer, on a par exemple la Commission européenne qui développe son analyse DORA, hein, qui est le Digital Operation Resilience Act, qui notamment visera à appliquer ça aussi à des acteurs non financiers, mais systémiques pour le secteur financier, par exemple, les prestataires de services en cloud, qui seront légitimement, à mon avis, impliqués aussi dans ce type d'exigence. Et puis, il faut inspecter tout ça. C'est le deuxième volet. Nos équipes d'inspection, avec celle de la BCE, vont banque par banque pour examiner ce qu'on appelle les IT inspections, de voir dans quelle mesure toutes ces exigences sont effectivement prises en compte par les banques et adoubées concrètement dans leur plan opérationnel. Et puis, le troisième volet, tout aussi important, c'est le testing. Et c'est la raison pour laquelle, il y a quelques années déjà, au moment où l'initiative européenne avait été prise, nous nous sommes adossés à ça, l'initiative TIBER, qui signifie Threat Intelligence Based Ethical Red Team, qui sont en fait des tests de pénétration alors, éthique par des équipes qui ont l'aval des opérateurs financiers critiques pour le faire, mais qui utilisent pour ça toutes les voies de moyens, y compris les tests de pénétration d'intrusion physique dans les bâtiments. Ce sont évidemment des tests dont les résultats sont tout à fait confidentiels, mais qui nous aident beaucoup. Et tout le monde y est soumis, en tout cas tous ceux qui sont prestataires de services essentiels sur le plan financier, dont la banque, en tout cas pour certaines de ces opérations. Et on peut vous dire que ce sont des éléments qui nous font bien avancer, parce qu'ils permettent d'identifier certaines zones potentielles ou effectives de fragilité et pour lesquelles on doit travailler. Donc c'est un élément qui est important et qui permet d'alimenter la feedback loop globale. Alors, l'intermédiation non bancaire, on peut dire qu'elle a joué aussi un rôle très important dans le début de la crise. Hein. Donc, on a eu TEDS de Dash for Cash van maart, dat was eigenlijk in maart van 2020, hebben we toch een paar kwetsbaarheden gezien om in bepaalde subsegmenten van het geldfondsmarkt, niet allemaal, maar zeker in investeringsfondsen met veranderd kapitaal, in de money market funds as well, die voornamelijk money market funds dus actief op korte termijn en monetaire instrumenten, investeringsfonds die had belegd in minder liquide activa, zoals vastgoed of op bepaalde segmenten van bedrijfsobligatie, maar die tegelijkertijd liquiditeit aanbieden aan hun
aanhouden van de delen. Dus er was daar, zeker in het VK en VS, veel van die fondsen toch liquiditeitsproblemen vastgesteld, die hebben marktinterventie moeten veroorzaakt door centrale banken. Die waren duidelijk nodig om die situatie te verhelpen en te stabiliseren en ook de spillover-effect van andere sectoren te vermijden. En dus de vraag kan zeker nu gesteld worden of het spanningsveld tussen enerzijds sinds de crisis van 2008 nu sterk gereguleerd en gecapitaliseerd banksector en anderzijds sommige minder of nauwelijks gereguleerd niet dan bankaire intermediairs, of die kloof niet te groot is geworden. En dus of eigenlijk reglementering eigenlijk van sommige van die fondsen noodzakelijk is. Zeker op niveau van liquiditeit, mogelijkerwijs ook voor sommige op niveau van kapitaal. Dat is een beetje vroeg om daarover te spreken, maar dat is duidelijk een werk die aan de gang is op internationaal niveau. En dat is van belang, omdat we hebben gezien hoeveel in de laatste jaren verschuiving van voormalige bankactiviteiten naar minder gecontroleerde entiteit aangemoedigd werden, met alle risico van die. En met ook potential, dus mogelijke spillovers naar de banksector toe, aangezien de grote interconnecties tussen banken en sommige van niet-bankaire spelers, hè, die gebeurt dus rond de Green Seal en Archegos fonds in het eerste kwartaal van dit jaar, zijn eigenlijk mooie illustraties van de verwevenheid met minder of nauwelijks gereguleerde entiteit, die kan onverwachte verliezen optreden bij banken. En dat moeten we zeker niet alleen maar monitoren, maar ook zeker beter reguleren. En dat is eigenlijk niet echt het geval voor onze fondsen. Die zijn eigenlijk heel weinig geïmpacteerd geweest voor liquiditeitsproblemen. Maar die verwevenheid tussen onze fondsen en de banksector is eigenlijk ook relatief belangrijk. Aangezien veel van die fondsen zijn gecommercialiseerd door onze banken. En dat speelt eigenlijk ook mee in onze aanpak. Sur ce slide qui sera l'avant-dernier, je voudrais simplement un message dresser les lieux de la politique macroprudentielle. On peut dire en quelques mots que avant la crise du Covid, notre optique macroprudentielle était celle d'un resserrement progressif des exigences de fonds propres pour essayer de limiter le cycle du crédit. On l'avait vu dans le domaine très tôt du crédit immobilier, ensuite dans le domaine du crédit aux entreprises où on avait des taux de croissance extrêmement élevés. Et notre crainte était que cette croissance forte, sans doute un peu trop forte du crédit aux entreprises avant, ne s'accompagne au moment où le cycle du crédit était bas d'un resserrement du robinet. Donc pour éviter cela, pour avoir quelque chose de plus stable, et aussi sous l'impulsion européenne, on a pris différentes mesures, à la fois d'exigences prudentielles, comme je l'ai évoqué pour les crédits immobiliers, mais aussi d'exigences de fonds propres. On l'a fait aussi avec le buffer contracyclique, notamment. Et puis au moment où la crise est arrivée, au mois de mars, certains de ces buffers ont été tout de suite relâchés, tout simplement parce que le but n'était plus à ce moment-là de freiner les velléités des banques en matière, ou les volontés des banques, pardon, en matière d'octroi de crédit, mais surtout de veiller à faire en sorte que le secteur bancaire continue de donner du crédit. Et c'est la raison pour laquelle on a tout de suite relâché le countercyclical buffer, on a relâché aussi certaines exigences de fonds propres micro-prudentiels. On est prêt à aller plus loin si c'est nécessaire, notamment dans le domaine de l'immobilier, si jamais des pertes importantes, on en est loin. Devait s'observer dans le secteur du crédit immobilier, mais on en est assez loin. Dans le domaine des dividendes, des mesures ont été prises assez fortes au début de la crise pour limiter l'octroi de dividendes par les banques, la distribution et de rémunération variable, de manière généralisée parce que l'incertitude était grande, et au fur et à mesure que cette incertitude se dissipe aujourd'hui, on voit que les mesures à prendre sont de plus en plus granulaires, banque par banque, dans la mesure où on voit beaucoup plus maintenant l'impact que cette crise a banque par banque, et donc d'une mesure généralisée, on ne devra certainement plus parler à l'avenir. Et puis, dernier élément, ce sont nos recommandations. Alors, je ne vais pas revenir sur certaines d'entre elles, j'en ai déjà assez largement parlé, mais globalement, c'est de dire qu'on a un secteur bancaire qui est finalement, qui dispose de larges liquidités, qui est très bien capitalisé et qui a joué un certain rôle, clairement, durant cette crise, mais qui doit maintenant aussi, une partie du travail est fait, mais tout le travail n'est pas fait, loin de là. Il y a encore une partie importante, c'est le financement du redressement de l'économie. Et ça, c'est crucial, à la fois de donner de nouveaux crédits, mais aussi d'être capable le plus vite possible de reconnaître ses pertes, là où elles doivent l'être. Des banques qui ont des pertes, et on l'a vu dans la crise italienne ou dans d'autres pays, en Espagne notamment, qui ont des pertes qui ne sont pas reconnues et qui pèsent sur leur bilan, jouent à la baisse sur l'appétit au risque des banques. Et c'est quelque chose qui n'est pas bon. Je veux dire, on doit, dès qu'on identifie certaines pertes, elles doivent être mises en perte des profits dans la mesure où on peut en déterminer l'ampleur. C'est vrai aussi pour les crédits restructurés, au plus tôt au mieux. Pour permettre à des clients viables de passer le cap de la crise, c'est assez crucial. Et donc, on peut dire que notre secteur bancaire a les outils
et en plus les moyens en termes de fonds propres et de liquidités pour le faire. Et le message que nous donnons, c'est qu'ils puissent faire ça. Et puis, il y a les défis plus structurels, ceux qui étaient présents avant la crise et qui le seront encore après. C'est cet environnement de taux bas qui, évidemment, amène les banques à devoir se repositionner pour créer d'autres zones de rentabilité dans un contexte de marge d'intermédiation qui baisse, j'en ai parlé. C'est la transition digitale. Beaucoup de banques sont aujourd'hui extrêmement bien occupées dans ce domaine et de manière assez impressionnante, non seulement pour leurs activités bancaires, mais aussi pour le beyond banking. On voit par contre que dans certaines autres banques, peut-être plus petites, généralistes, pas des banques de niche, avec des rentabilités plus faibles, les poches sont moins profondes pour investir dans ce processus de digitalisation. Alors c'est un peu dangereux parce que si on n'y prend pas garde, le retard accumulé peut à un moment donné les amener à être dépassés complètement. Et donc c'est un point d'attention, je ne le cache pas. C'est vrai aussi pour la préparation en matière d'anti-blanchiment, j'en ai peu parlé, mais globalement, c'est quelque chose qui pèse énormément sur le coût de structure des banques. On leur demande de plus en plus dans ce domaine. Beaucoup suivent ça très bien et on peut dire que globalement, on a un secteur qui évolue assez bien dans ce domaine, mais il y a aussi des différences et des outliers là-dedans. Et ce sont des éléments qui nous préoccupent parce que la lutte contre le blanchiment n'est correcte que si elle joue sur l'ensemble de ses leviers. La transition climatique, je n'y reviens pas, c'est un élément important. Alors, il est là pour rester. Hein. On peut dire que dans chaque, à mon avis, rapport macroprudentiel que la banque fera dans les années à venir, je pense que ce sujet viendra et sera toujours à l'ordre du jour. Et puis, dernier point, on réfléchit pour l'instant, parce que finalement, on a eu une chance dans cette crise, c'est que les mesures prises en matière monétaire et budgétaire, et aussi par les superviseurs, ont été assez efficaces. Si ça n'avait pas été le cas, l'impact sur les banques aurait été sans doute, l'impact sur l'économie réelle, mais aussi sur les banques aurait été sans doute beaucoup plus compliqué. Et là, la question aurait été de dire quels sont les buffers qu'on peut relâcher dans cette crise pour pouvoir permettre aux banques de continuer à donner du crédit sans pour autant exiger ou devoir respecter leurs obligations réglementaires. Alors, on n'en a pas énormément aujourd'hui dans l'instrumentarium des fonds propres. On a le countercyclical buffer, certaines exigences de pilier 2. Mais on réfléchit au niveau de la BCE à voir dans quelle mesure certains de ces buffers ne pourraient pas être releasable, c'est-à-dire avoir un caractère de montée en puissance lorsque le cycle du crédit est à la hausse et baisser et donc être relâché lorsque la situation de risque ou d'un choc apparaîtrait, pour pouvoir donner plus de flexibilité à cette approche tout en restant évidemment Basel compliant. C'est un défi. Mais c'est un sujet qui nous préoccupe clairement. Et puis le secteur non bancaire, je n'y reviens pas, j'en ai parlé tout à l'heure assez largement, mais fondamentalement, c'est quelque chose qui nous interpelle aussi, nous et la FSMA, sur le fait de réglementer correctement certains de ces fonds par rapport aux risques qu'ils prennent. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je passe tout de suite la parole au professeur de Grèce. Okay, merci beaucoup. Dank u wel voor de mogelijkheid om dit rapport te bediscussiëren. Gisteren hebben we een test gedaan en alles werkte perfect. Dus het was blijkbaar een stresstest en een stresstest werkt blijkbaar ook niet altijd. Het is niet altijd hetzelfde als in het echte leven. Dus jullie kunnen mij niet zien, hopelijk kunnen jullie mij wel horen en dat is het belangrijkste. Dus naar de volgende slide toe, alsjeblieft. Je voudrais commencer avec dire que je voudrais donner mes félicitations pour ce rapport. Et ça, pour au moins deux raisons. Premièrement, c'est une source de données concernant la stabilité financière en Belgique et des analyses pertinentes. Et c'est écrit aussi dans une situation avec beaucoup d'incertitudes et le risque de changement rapide de la situation économique et financière. Donc, mes félicitations. Slide 3, alsjeblieft. Dus wat zal ik proberen te doen in mijn discussie? Ik wil drie punten eigenlijk bespreken. Eerst wil ik iets zeggen over de huidige situatie van de banksector. En het tweede punt, iets zeggen over de rol van de banksector gedurende de COVID-pandemie, tot op heden natuurlijk. En dan een derde punt, een outlook met betrekking tot een aantal risico's die het economisch en financieel systeem kunnen treffen, namelijk in. Ik zal iets zeggen over overheidsschuld, zombificatie en de rol van supervisie en klimaatverandering in banken. Dus mijn doelstelling hier is, het is niet een traditionele academische discussie die ik ga houden, het is iets meer om waarbij dat we proberen tegenargumenten aan te brengen. Hier is mijn bedoeling eigenlijk om eerder wat complementair te zijn en een aantal additionele inzichten hopelijk te kunnen geven op het rapport. Slide 4 alsjeblieft. Dus laat mij starten met de huidige situatie van de banksector en
Zoals directeur Hilgers reeds heeft aangegeven, is de Belgische economie onder stress sinds COVID. Dus deze grafiek hier is een grafiek die ook in het Financial Stability Report zat. Dus aan de linkerkant van de grafiek kun je eigenlijk zien dus hoe dat het GDP eigenlijk negatief geaffecteerd geweest is door de COVID-crisis. En we zien dus ook dat het nog enige tijd zal duren, vooraleer dat we terug op het pre-pandemisch niveau zullen zitten. En aan de rechterkant kunt u dus de monetaire beleidsmaatregelen, eigenlijk de samenvatting daarvan, zien. We hebben dus een enorm expansief monetair beleid gehad om deze situatie toch enigszins te verzachten. Slide 5 alsjeblieft. Om dit even in perspectief te stellen, heb ik even de cijfers erbij gehaald van de OECD, die dus recente Economic Outlook voor mei 2021. En wat we daar eigenlijk merken is dat de Belgische economie pas eind 2022, volgens de OECD, op pre-pandemisch niveau zal terug zijn. En als je dat vergelijkt met andere landen, is dat eigenlijk relatief laat. Dus het duurt wel vrij lang vooraleer dat onze economie terug op het pre-pandemisch niveau zal zijn. Tegelijkertijd hebben we een heropeningsoptimisme, dus de Roaring Twenties zoals ze genoemd worden, waarbij het misschien wel goed is aan te halen dat een aantal van de meest getroffen sectoren, niet alle, maar dat een aantal van de meest getroffen sectoren ook een boost gaan krijgen door de heropening. Dus een soort pent-up demand die er zal zijn om zeg maar, naar de horeca te gaan, om te reizen en dergelijke meer. Dus dat zal ook deze sectoren in zekere zin verder helpen. Slide 6 alsjeblieft. Pour l'instant, le secteur bancaire n'est pas fortement affecté, comme déjà expliqué par le directeur Hilgers. Et ça a un nombre de raisons. D'abord, on a la position forte des banques avant COVID-19 par rapport à la liquidité et de solvabilité des banques. Cette fois-ci, les banques n'étaient pas l'origine de la crise, mais elles étaient part de la solution. Deuxièmement, on a eu des interventions monétaires rapides et massives, comme j'ai déjà discuté. Il y a aussi des interventions régulatoires par rapport aux différentes dimensions des exigences de capital. Donc, les exigences de capital sont réduites immédiatement par les superviseurs, mais on doit aussi dire qu'ils ne sont pas vraiment utilisés par les banques. Donc, il y a un contraste là-bas entre la domination et l'utilisation des banques. Il y avait aussi une coordination avec les autorités prudentielles concernant la moratoire des prêts hypothécaires et les prêts d'entreprise. Et finalement, il y a des interventions gouvernementales importantes par rapport aux entreprises et ménages avec des mesures de liquidité et de solvabilité. Et ce qu'on doit dire, c'est pour l'instant qu'un bail-out des entreprises et des ménages est indirectement aussi un bail-out du secteur bancaire. Donc ça c'est la raison pourquoi le secteur bancaire n'est pas encore fortement affecté. Volgende slide, alsjeblieft. Laat mij dan even ingaan op de rol van de banksector gedurende de COVID-pandemie. En dus wat ik zal proberen te doen is eigenlijk telkens wat data erbij te voegen vanuit Europa, om dan eigenlijk België te vergelijken met wat er eigenlijk in Europa gebeurd is. Vooral dus op basis van de Financial Stability Review van de ECB, maar ook omwille van de data van de European Banking Authority. Dus zoals directeur Hilgers heeft aangegeven, is er in overleg met overheid en supervisoren, zijn er dus de zogenaamde bazookas, bazooka 1 en 2, hebben plaatsgevonden, waarbij dat er dus moratoria geweest zijn voor kredietverlening aan gezinnen en voor kredietverlening aan bedrijven. En zoals reeds aangegeven, zien we dus een forse daling sinds, wat is het, oktober vorig jaar, omwille van voornamelijk, denk ik, de vereisten van de EB, van de European Banking Authority, dat deze slechts een duurtijd konden hebben van 9 maanden. Anders zouden leningen moeten geclassificeerd worden als zijnde wanbetalingen. Om dit even in perspectief te stellen, kunt u in de rechtergrafiek, en jammer genoeg kan ik het nu niet aanduiden, alhoewel het rode pijltje toont de situatie van België aan. Dus het linkerdeeltje in die rechtergrafiek heeft eigenlijk het gebruik van moratoria weer in februari 2021 voor verschillende landen. En wat u daar kan zien is eigenlijk dat de moratoria ten opzichte van veel andere landen in België eigenlijk relatief weinig gebruikt geweest zijn. Kan te maken hebben natuurlijk met de vraag, niet noodzakelijk met het aanbod. En een tweede element die je daar kan zien is ook dus dat de non-performing loans, dus
de niet performerende leningen ten gevolge van die moratoria, dat die eigenlijk ook relatief beperkt zijn, dus ook lager dan in verschillende andere landen. Dus we hebben een matig gebruik in vergelijking met andere landen in de eurozone en voorlopig beperkte terugbetalingsproblemen. In termen van het andere deel van de bazooka denk ik dat er tot op heden eigenlijk een beperkt gebruik geweest is van de gedeeltelijke staatswaarborg, maar wat er misschien inderdaad in de toekomst nu een rol kan zijn. Volgende slide alsjeblieft, slide 8. Dus de rol van om dat dan even opnieuw in Europees perspectief te plaatsen, dus wat is denk ik de rol geweest van de banksector gedurende de COVID-pandemie? En dus hier heb ik een slide genomen het is net geproduceerd door Philip Hartman en co-auteurs, die eigenlijk naar de externe financiering van niet-financiële ondernemingen kijkt, maar wel de flows, dus de nieuwe leningen als je wil, of de nieuwe flows naar ondernemingen. En je ziet dus de periode 2019 tot en met het vierde kwartaal 2020. Dus wat je ziet is dat in het eerste kwartaal en dus de rol van de banken hier wordt weergegeven door het gele deel. Okay, het hele deel van het balkje. Dus wat je kan zien is eigenlijk dat de rol van de banken wel belangrijk geweest is voor het eerste en het tweede kwartaal van 2020, waarbij dat ze dus een belangrijke rol hebben gehad. Echter kijk je naar dus de laatste twee balkjes, dan zie je eigenlijk dat de banken daarna eigenlijk heel weinig rol hebben gespeeld. Okay? Dus de rol van de banken na het tweede kwartaal 2020 in termen van externe financiering van bedrijven is relatief beperkt geweest en er is gebruik gemaakt geweest van andere financieringsbronnen. Volgende slide alsjeblieft. Hier neem ik ook even, hier ga ik even verder in op een grafiek die directeur Hilgers ook bediscussieerd heeft, om nog even te kijken naar de rol van de Belgische banken ten opzichte van de rol van de banken in de eurozone. En ik wil dus vooral inzoomen in de rood omcirkelde gebieden en dus in de figuur, waarbij dus aan de linkerkant zie je dus de kredietgroei voor gezinnen, aan de rechterkant zie je de kredietgroei voor ondernemingen. En de donkerblauwe lijn is dus is België en de bleekblauwe lijn is de eurozone. En wat je kan zien is eigenlijk dat er een vrij gelijkaardige evolutie is in 2020 en later voor gezinnen. Maar je ziet wel een heel groot verschil in termen van evolutie met betrekking tot ondernemingen. En dus terwijl dat de lijn vrij vlak blijft op een relatief hoge groei binnen Europa, zien we eigenlijk wel een relatief sterke daling. Weliswaar nog altijd een positieve groei, maar toch een veel minder grote groei in termen van kredietverlening naar bedrijven toe. En dus daar kun je de vraag stellen, en dat is denk ik ook een beetje de boodschap van het Financial Stability Report, is dat de Belgische banksector misschien te afwachtend is op dit ogenblik. En de vraag die men kan stellen is of er geen risk-shifting bezig is naar de overheid. Okay? Dus de overheid is vrij genereus met allerlei maatregelen. En de banken kijken het aan en zeggen oké, doen jullie maar. Redden jullie maar onze ondernemingen. We gaan onze kredieten laten terugbetalen. Wat ik daar zou vragen eigenlijk van de overheid is dat ze meer complementariteit kan vragen aan de banken en ook eventueel andere stakeholders aanmoedigen bij de huidige interventies. En hoe ze dat kan doen, zal ik straks nog verder detailleren. Slide 10 alsjeblieft. Dan kort even ingaand op de voorzieningen voor kredietverliezen. En deze slide is ook uitvoerig besproken geweest door directeur Hilgers. Wat natuurlijk voor kredietverliezen en dus de voorzieningen die we moeten maken, is het enorm moeilijk om in te schatten hoe de situatie zal zijn. Het hangt af van ongelooflijk veel factoren, zoals bijvoorbeeld de rol van de overheid. Wat we eigenlijk merken is dat die vrij heterogeen is tussen banken. En vaak wat je eigenlijk ziet is dat de sterkste banken, dus de banken die het meest gecapitaliseerd zijn, zijn ook de meest voorzichtige banken, zijn net de banken die de grootste voorzieningen eigenlijk maken. Daarboven zien we dat een aantal banken reeds terugname doen van de voorzieningen die ze gemaakt hebben. In zekere zin, de situatie is minder erg dan dat ze het hadden gevreesd. En dat kan te maken hebben met het relatief genereuze beleid van de overheid. In de rechtergrafiek, of het rechterdeel van deze figuur, zie je de situatie voor de verschillende landen in termen van de loan loss provisions. En wat je kan zien, aangegeven door het groene pijltje, is dus dat de situatie voor België relatief rooskleurig is, als ik het zo mag uitdrukken, dus dat de Belgische banksector relatief weinig geaffecteerd geweest is.
Okay. Volgende slide, alsjeblieft, slide 11. Laat mij dan overgaan naar de outlook, het laatste punt. Dus de outlook met betrekking tot risico's van het economisch en financieel systeem. En laat mij eerst even stilstaan bij de overheidsschuld. Okay, dus we hebben omwille van de verschillende budgettaire maatregelen die genomen zijn en vermoedelijk terechtgenomen zijn, is er een forse toename van de overheidsschuld ontstaan. Echter, omwille van de expansieve monetaire politiek, daalt de relatieve rentelast. En dus dat zijn hier opnieuw gegevens van de eurozone. Dus laat mij even inzoomen in het rechterdeel van deze figuur, in het omcirkelde rode gebied. En dus op de horizontale as zie je dus de debt-to-GDP-ratio, dus de schuldenratio die de verschillende landen hebben. En op de horizontale as zie je dus de rentebetalingen die de verschillende landen moeten maken. De blauwe dots, dus de blauwe puntjes, zijn de situatie voor 2019. De gele puntjes zijn de situatie voor 2020. Dus we zien eigenlijk, ondanks het feit dat de debt-to-GDP-ratio inderdaad wel toegenomen is, omwille van de rentedaling, zijn eigenlijk de rentelasten relatief constant of zelfs iets lager geworden. Okay. En dus daarbij hoort natuurlijk de hele discussie die nu aan de gang is met betrekking tot is de rente lager, dus R kleiner dan G, dus de groei van de economie. Okay. En wat we daar natuurlijk nodig hebben door de overheid en ook dus complementair door de privé, is productieve investeringen. Dus investeringen die eigenlijk de G eigenlijk omhoog gaan houden, omhoog gaan krikken. En wat ik soms wel merk is dat politici investeringen gaan, wat politici uiteindelijk investeringen gaan noemen, dat dat uiteindelijk veelal recurrente lopende uitgaven zijn. Dus denk aan het vrij genereuze beleid die we krijgen in termen van verhoging van pensioenen, verhoging van salarissen van de witte sector, als ik het zo mag drukken. Misschien is dat allemaal nodig, ik ben daar op zich niet tegen, maar dat zijn wel recurrente lopende uitgaven en dat zijn niet noodzakelijke investeringen die de productiviteit gaan omhoog helpen. Slide 12, alsjeblieft. Dan een tweede punt die ik wil aanbrengen met betrekking tot de overheidsschuld is het feit dat er toch wel een aantal verborgen verplichtingen gecreëerd worden. En opnieuw zie je hier in deze grafiek, zie je dus eigenlijk dat is opnieuw voor de euro-area, dus de eurozone. En dus de rode cirkels hier zijn niet van mij, die waren van de ECB. Dus wat je daar kan zien is opnieuw op de horizontale as hebben we dus de government debt to GDP ratio. Op de verticale as hebben we dus de garanties die uitgeschreven zijn door de overheid en die kunnen aanleiding geven tot een verhoging van de overheidsschuld. En dus met het groene pijltje heb ik dus de situatie voor België aangegeven. En wat je hier eigenlijk kunt zien is eigenlijk dat opnieuw de landen die eigenlijk het meeste de hoogste debt-to-GDP-ratio hebben uitgegeven, dat die eigenlijk ook het meeste impliciete garanties nog hebben gegeven. Die dus ook in de toekomst eventueel de overheidsschuld kunnen verhogen. Bemerk ook echter Duitsland die dus weliswaar hier een uitzondering op vormt. En hetzelfde punt wil ik maken met betrekking dus tot de schuld die de eurozone nu aanhaalt. Dus de hele discussie over de recovery fund, dus het feit dat een aantal landen vanuit Europa grenzen gaat krijgen. Natuurlijk de eurozone, dus Europa moet daarvoor lenen. En uiteindelijk is dat wel iemand zijn schuld. Ik bedoel, dat zal claims gaan leggen op budgetten in de toekomst. Maar nu wordt dat precies afgedaan als zijn de mannen uit heaven. Ik bedoel, waarbij dat we plotseling krijgen fantastische cadeaus. Maar uiteindelijk is het wel schuld die op een bepaald niveau aanwezig is. Dus en dat is ook iets dat voor de financiële stabiliteit in de toekomst belangrijk kan zijn, het feit dat er dus op verschillende niveaus eigenlijk schulden zich aan het opbouwen zijn, zodanig dat potentiële rentestijgingen zich makkelijk kunnen gaan vertalen. Slide 13 alsjeblieft. Dan een tweede puntje die ik hier wil maken, heeft te maken met zombificatie. En dus het feit is dat bepaalde bedrijven eigenlijk zombiebedrijven zouden kunnen worden. En de rol die de supervisie hier zou kunnen spelen. Dus het is zo dat het aantal faillissementen tot op heden beperkt is, omwille van de verschillende maatregelen en ook het feit dat er ook een soort verbod op faillissementen bijna opgelegd werd.
Natuurlijk, de challenges ahead die we hebben zijn wat men noemt debt overhang problemen. Dus het feit dat ondernemingen eigenlijk te veel gefinancierd zijn met vreemd vermogen en dat deze bedrijven eigenlijk op die manier eigenlijk zombiebedrijven gaan worden. En laat mij hier opnieuw cijfers voor de euro area, laat mij focussen op de rechterdeel van de grafiek, waarbij je dus dus wat je daar kunt zien zijn dus de debt-to-equity ratio's voor de verschillende niet-financiële ondernemingen. En wat mij het meeste hier interesseert is die rode lijn, die dus eigenlijk weergeeft de bedrijven van die 90ste percentiel met betrekking tot de debt-to-equity ratio weerspiegelen. En wat we dus kunnen zien is dat dus sinds het midden ongeveer of sinds eind sinds maart 2020, dat we eigenlijk een forse stijging zien van die debt-to-equity ratio's, betekenen dus dat een aantal bedrijven, 10% van de bedrijven, eigenlijk hun schuldenlast eigenlijk enorm aan het verhogen is. Slide 14 alsjeblieft. Dus hoe kunnen we dat gaan aanpakken? Ik bedoel, hoe moeten we daarmee aan de slag? Wel, er wordt altijd geschreven of verwezen naar meer schulden, maar uiteindelijk is dat niet de oplossing. Wat we moeten doen is het eigen vermogen van die niet-financiële ondernemingen gaan verhogen voor degenen waar het natuurlijk die leesbaar zijn. Er is ook een rol voor de banken en andere stakeholders hier te spelen, namelijk we moeten die debtoverhangproblemen gaan oplossen door schuldherschikkingen, maar eventueel nieuwe schuld, maar door de overheid. Maar ik denk dat daar meer condities moeten komen, namelijk dat er schuldverlichting door banken en ook andere stakeholders aanwezig moet zijn. Dus wat we nu te veel krijgen is dat de overheid gaat instappen, maar eigenlijk geen enkele conditie gaat opleggen aan de bestaande claimholders. Die bestaande claimholders zijn natuurlijk enorm blij omdat dat toelaat om hun claims eigenlijk wel terugbetaald te zien. Dus ik denk dat daar veel meer conditionaliteit moet zijn, zodanig dat het ook in het belang is van die banken en van de bedrijven en van de overheid om die bedrijven te, laten we zeggen, opnieuw gezond te maken. En tenslotte moeten we ook durven de stekker uit bedrijven trekken zonder toekomst. Dus wat hier ook belangrijk gaat zijn is van hoe gaan de afwikkelingsmechanismen, dus hoe gaat het juridisch systeem daarmee verder gaan. Dus ik denk dat daar ook grote inspanningen nodig zijn. En tenslotte, wat ook belangrijk is, is dus de rol van de supervisie. Dus inspect what you expect to get respect. En hier doe ik een beetje shameful self-promotion. Dus werk met Diana Bonfim en co-auteurs. Wat we hier eigenlijk moeten doen is, we moeten banken verplichten om niet in hun achteruitkijkspiegel te kijken, maar we moeten banken verplichten naar de toekomst te kijken door zombiebedrijven te volledig van de balans te nemen. En in die nodig moeten we een bad bank creëren. Dus we moeten eigenlijk maken dat, om onze productiviteit omhoog te krikken, moeten we maken dat we eigenlijk die zombiebedrijven, dat banken geen prikkels blijven hebben eigenlijk om hun gevestigde belangen in bepaalde bedrijven eigenlijk proberen te redden. Want dat zijn meestal niet de gezondste bedrijven. We moeten echt maken dat ze naar de toekomst kijken. Slide 15 alsjeblieft. Dan mijn laatste punt gaat over de klimaatsverandering en de banken. En zoals directeur Hilgers aanhaf, is er ongelooflijk veel werk aan de hang en is er enorm veel onzekerheid met betrekking tot deze topic. Dus wat ik hier even wil mee of binnenbrengen is een pilootproject die dus door de European Banking Authority gepubliceerd is met betrekking tot de green asset ratio. Dus dat zijn de green assets ten opzichte van de outstanding exposures voor een set van banken. Dus dat is niet alle banken die in Europa. En wat zij daar eigenlijk vinden is, dus wat je kan zien op de grafiek, zijn dus eigenlijk deze ratios voor verschillende banken. En dus de bank estimate, dus hetgeen dat de inschatting is van de banken, zijn de blauwe dotjes. De rode dotjes of oranje dotjes, rode dotjes, zijn de inschattingen zoals ze eigenlijk zouden moeten zijn volgens de Europese regelgeving, als ik het zo mag uitdrukken. Dus wat we daar eigenlijk zien is dus dat de banken eigenlijk een relatieve onderschatting doen. Een lichte onderschatting. Behalve, je kunt zien aan de rechterkant, zijn er wel een aantal banken die veel positiever zijn in termen van hun green asset ratio dan dat ze werkelijk is. Okay. En dus de vraag die je hier kunt ook stellen is, kunnen daar systeemrisico's uit gaan komen? De volgende slide alsjeblieft. Dus wat ik verder wil zeggen is, de financiële sector is cruciaal in termen van financiering van de transitie naar klimaatneutraliteit. Natuurlijk, voor uitgegeven securities zal er enorm veel financial leakage zijn.
Okay? Dus ik bedoel, alle inspanningen die men doet voor asset managers, ik weet niet of dat zoveel gaat helpen. Want uiteindelijk, de securities die nu gegarandeerd zijn door brown assets, die gaan ergens in een portefeuille terechtkomen. Okay, ik bedoel, misschien niet in een gesuperviseerde portefeuille, maar ze gaan ergens terechtkomen. Dus zoveel impact zal dat niet hebben. Daarboven weten we dat de banksector traditioneel niet echt sterk is in het financieren van technologische veranderingen. Okay? Dat heeft te maken met legacy positions die ze hebben, wat we ook noemen, en opnieuw shameless self-promotion van een deel van mijn eigen werk, namelijk ook wat er assetovergang kan te maken hebben. En ook het feit dat regulatie enorm veel aanmoedigt om collateral te hebben. Okay, en dus collateral bedoel is iets waar dus ook op klimaatverandering een negatieve impact zou kunnen over hebben. Dus daar een enorm belangrijke rol, denk ik, voor de Capital Markets Union. En we moeten ook om die groene transitie aan kracht te laten winnen, zou het ook belangrijk zijn om banken te hebben die eigenlijk geen legacy positions hebben of die assetoverhang uiteindelijk niet hebben om het dynamisme in die markt eigenlijk te gaan creëren. Dus dat was het wat mij betreft. Ik kan natuurlijk nog veel meer dingen zeggen hierover. Het is een fantastisch interessante topic. Dus enorm bedankt voor de opportuniteit om dit rapport te bestuderen. En op de laatste slide kunnen jullie, dus slide 18, kunnen jullie de verschillende referenties terugvinden die ik gebruikt heb om deze discussie te doen. Dankjewel. Dank u wel, directeur Hilgers en professor De Grieze, voor deze boeiende en uitermate rijke uiteenzetting, ook met de passende boodschappen en inzichten. De tijd is al vrij ver gevorderd, dus heel veel tijd is er helaas niet meer voor vragen. We hebben een aantal vragen binnengekregen. Ik ga toch ieder één vraag stellen, dat moet nog net lukken. Directeur Hilgers, une question relative au marché de l'immobilier résidentiel. Vu l'évolution du marché immobilier résidentiel, envisagez-vous des mesures encore plus strictes à l'avenir quant à l'octroi de crédit? En daar koppel ik een andere vraag aan die we ook hadden gekregen. Wat zijn precies de bezorgdheden van de Nationale Bank over de buy-to-let-markt? Ik ga ook onmiddellijk de vraag voor professor De Grieze stellen. En dan kan de ene na de andere antwoorden, liefst niet te lang. Professor De Grieze, je hebt een aantal inzichten gegeven. De regels voor de financiële sector werden aanzienlijk verstrengd na de vorige financiële crisis. En de toezichthouders hebben die buffers nu ook gedeeltelijk vrijgegeven. Zijn er volgens u lessen te trekken uit de coronacrisis voor de regelgeving en het toezicht op de financiële sector? Maar eerst directeur Hilgers. Dank je. Oui, pour répondre à cette question, donc il y a deux aspects. Hein. Le premier, c'est des mesures additionnelles. Alors à ce stade, donc un petit rappel, on a pris trois types de mesures. Une première qui était fixer nos attentes prudentielles dans le domaine que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire essentiellement amener les banques à être d'accord, à suivre plus strictement des règles en matière de quotité empruntée par catégorie d'emprunteurs, qui était plutôt une recommandation. Hein. Ce qu'on leur demandait, c'était un comply or explain. C'est-à-dire, on ne leur imposait pas, on n'avait pas les capacités de le faire, mais de leur demander de nous dire si elles le faisaient, ce qui est dans la plupart des cas ce qui s'est fait, ou de nous expliquer pourquoi elles ne le font pas, et dans l'affirmative alors, dans la négative plutôt, de savoir comment est-ce qu'elles couvrent leurs risques. Ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect, c'est des augmentations de normes de fonds propres, que l'on a pris respectivement à partir de 2013 et si ma mémoire est bonne de 2017. Est-ce qu'on veut aller plus loin? Honnêtement, pas à ce stade, dans la mesure où on doit encore voir les effets des mesures de limitation et notamment des recommandations prudentielles qu'on a émises et sur lesquelles je me suis un peu, sur lesquelles je me suis un peu penché. On en voit maintenant, on commence à en voir les effets. C'est un marché long, marché immobilier. Et donc il sera important d'un peu mieux comprendre, y compris en termes de granularité, par type d'emprunteur, on veut évidemment voir ça aussi de manière plus ciblée, par type de bien, par type de région, avant d'envisager quelques mesures additionnelles que ce soit, donc c'est pas du tout à l'heure du jour. Préoccupation dans le buy-to-let, en réalité la préoccupation est la suivante, il y a deux choses, d'une part, quand on regarde la structure du marché,
on voit que ceux des biens qui sont les plus sensibles à la situation des taux d'intérêt sont les biens qui ont une vocation locative. Et notamment les types de biens par appartement, ou en tout cas qui peuvent être structurés comme tels, qui ont une orientation locative, sont généralement en termes de pricing, et il y a plusieurs études qui montrent ça, assez sensibles à l'évolution des taux. On a des taux très bas aujourd'hui, et donc on a une sensibilité par rapport au prix qui peut être relativement élevé et qui peut nous inquiéter. Maintenant, le buy to let en tant que tel, évidemment dépendant de bien d'autres facteurs, et notamment de la capacité des avoirs globaux, du patrimoine global d'un emprunteur. Et donc, le seul élément de la quotité empruntée sur son crédit n'est évidemment pas suffisant. Et donc, c'est quelque chose qu'on veut regarder de plus près, parce que si on voit pour certaines catégories d'emprunteurs qui empruntent beaucoup, mais qui par ailleurs on veut faire jouer un levier financier sur ce qu'ils achètent, mais qui globalement ont une situation de fonds propres qui leur permet même d'absorber des pertes importantes, ça n'est pas tellement un souci. Par contre, ce qu'on voit et qui nous inquiète plus, c'est que même des catégories d'emprunteurs qui ont des fonds propres relativement limités, mais qui ont réalloué leur épargne, le classique était généralement en banque, vers ce type de bien, là le risque est plus élevé, parce que là la sensibilité alors par rapport à leur patrimoine global est beaucoup plus forte. Et c'est généralement des personnes qui ont besoin de ce loyer pour pouvoir assurer le suivi du prêt et le paiement du prêt. Et c'est un élément là qui nous inquiète un peu plus et pour lequel on essaye maintenant d'avoir un peu plus d'informations parce que celui-là, il est vraiment très sensible en cas de retournement de tendance. Voilà. Merci. Jean, professeur de Grise. Dank u wel. Die vraag met betrekking dus tot zijn de lessen te trekken met betrekking tot COVID, dus ten opzichte van, laten we zeggen, de verandering in financiële regulatie ten opzichte van de financiële crisis. Eerst en vooral zou ik willen zeggen dus dat ik denk dat de veranderingen die gebeurd zijn en de nieuwe inzichten en het macroprudentiële framework dat ontwikkeld geweest is na de globale financiële crisis van 2007-2008-2009, dat denk ik stappen in de goede richting waren. En dat denk ik wel voldoet om dat te zeggen, potentiële normale financiële crisissen eigenlijk te milderen en tegen te gaan. Natuurlijk, de vraag is, wil je lessen gaan trekken uit deze crisis, hè, bedoel, die echt wel hopelijk een once in a lifetime event is, die een volledig andere... ik bedoel, dus een crisis die niet vanuit de banksector ontstaan is, ik bedoel, die volledig exogene schok geweest is, willen we daar dan lessen uit gaan trekken? Ik denk dat de rol die de overheden en ook de supervisoren gespeeld hebben, dat het feit dus dat ze die buffers naar beneden hebben gedaan, het feit dat er een verbod op dividenden is gekomen, het feit dat de overheden enorm genereus zijn toegetreden, ik denk dat je daar weinig iets anders kunt gaan doen. Hè. Wat je zou kunnen doen is natuurlijk altijd nog meer de kapitaalvereisten, enfin, nog meer, knip dat eruit. Je zou de kapitaalvereisten van de banken kunnen verhogen en dan zouden vermoedelijk veel van die maatregelen die we nu eigenlijk moeten hebben, omwille van de buffers en zo verder moeten dalen, niet nodig zijn. Maar ik denk dat het moeilijk is om, laten we zeggen, te committen. Dus stel dat we nog eens zo'n crisis hebben, dan zal het zo zijn dat de overheid opnieuw zal interveneren. Ik bedoel, het is niet zo dat we iets kunnen, denk ik, ontwikkelen, waarbij dat we nu gaan zeggen van oké, de volgende keer als er nog eens een zo'n pandemie gaat gebeuren, dat de overheid niet meer gaat interveneren. Ik denk dat onmogelijk is om dat verder te ontwikkelen. Dus ik denk als zich dat nog eens voordoet, dat we eigenlijk op dezelfde manier moeten de situatie aanpakken. Dank u. Oké, helaas zit de tijd erop. Er zijn nog vragen, maar die zullen voor een volgende gelegenheid zijn. On devrait clôturer ce webinaire. Il me reste à remercier vivement directeur Jean Hilgers et le professeur Hans de Grise pour leur contribution et vous pour votre attention et interaction. Bon après-midi.